Lot en Puk testen! Oh, en geef natuurlijk een duimpje omhoog en abonneer! Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag testen we dit. Maar voordat we dat gaan uittesten willen we... En voordat ik het even uitleg... We zijn hier in ons strandhuisje. Vandaar ook die andere achtergrond. Lekkere duinen. En met zomervakantie. Oké, laten we nu uitleggen. We waren dus lekker in Haarlem shoppen en toen zagen we dit. Puk pakt hem eventjes uit. Dit is een ei van mij. Ja, deze is van mij. We hebben twee eieren. Eentje een soort van roosachtig. Die is van mij. En eentje turquoiseblauw. Uit deze komt een zeemermin. En uit deze komt een eenhoorn. Zo gaat Je doet het ei dus in een glas water. Wij hebben dus emmers. Dit. Want we konden geen groot genoeg glas vinden. En we zijn op het strand, dus ja. Dan doe je het ei erin na een paar dagen wachten of zo. Nou, is het deze. En dan is het dit. En dan komt het als het goed is. En zo in uit. Maar Lotte, ik heb geen eenhoorn. Ik heb een walvisje met een hoorn. Je hebt een unicorn dolfijn. Ja. Ik heb hem al ongeveer open. Maak jij hem ook open. Ik ga het tegelijk. Je moet dus het kaartje wel bewaren. Ik heb hem al. Oh, het is gewoon plastic dit. Oh, nee. Oh my god, dat voelt heel raar. Een soort van gatsachtig. Dat je voelt hem. Ik niet. Moet je mij eens voelen? Nee, straks. Oké, laten we hem in het water doen. Oké. Kijk, dit is mijn ei. Oké, ik ga weer zetten. 3, 2, 1. Als het stopt met bubbelen is het goed genoeg. Oh, het water is koud. Jouw is die. Mijn is die zit al. Mijn is ook. Zo, onze handen zijn lekker nat. Ik zou lekker aan mijn handdoek hier afvegen. We hebben een handdoek eronder voor als het worst. Als we worsten. We hebben een nieuwe tuinbak waar we in het ruimte op zitten. Ja. Chillen. Nou, nu is het alleen maar een kwestie van afwachten. 72 uur. Dat is tot morgen. Meer dan 3 dagen. Geloof ik. Als er wat gebeurt, dan filmen we wel. Want nu zit het gewoon nog. Want anders wordt het wel een hele lange video. En bij Lotte zit het er gewoon zo. Ja, bij mij zit het er gewoon ook. Hetzelfde. Tot dan! Tot zo! We zijn nu een dag verder. We zitten nu aan het voorkant van ons huis en er is iets gebeurd met onze eieren. Bij mij niet zo heel veel, maar er is wel wat gebeurd. Bij mij is dit gebeurd. Kijk, er komen allemaal lijntjes zo. Er komen allemaal lijntjes bij mij. Dus hij staat nu ook echt druk om uit te barsten. En bij mij is er een klein lakje verf af. En als je heel goed kijkt, zie je ook een klein beetje in barstjes en zo. Vooral hier zie je dan allemaal kleine barstjes. Nou, dat was het dan de eerste dag. En ja, dan laten we jullie weten hoe het morgen is. Voor jullie gaan jullie dat nu zien. We zijn er weer. Het is weer een dag verder. Lotte zei, die komt wel uit. Ja, mijn naam komt eruit. Maar eerst wil ik je nog wat laten zien. Er zit hiernaast, hierachter, zit een cruise terminal. En er komt de cruise voorbij. Elke avond zie je zeg maar dat de cruise komt. Ja, voor ongeveer. Worden we eerst een hele film toeten en daarna komen we de schepen. Heel leuk. Bij mij is hetzelfde wat Lotte gisteren had. Dus bij mij zitten al barstjes en zo. En zijn de lijnen erg goed. Maar bij mij is bij het puntje. Ik zal het even aanwijzen. Bij mij is hier. Zo, ik zal hem even optillen.
Het vierde puntje zit er dan al een hele barst in. En bij Puk zit er ook een barstje in. Barst. Zit dus al bezig. Nou, dus ze zijn nog niet helemaal uitgekomen. We wachten nog tot morgen. Ik denk dat ze morgen groter zijn. Dat er morgen een grotere barst is. En dan, hopelijk, zijn dan de unicorn en de zeemerminnen. Voor jullie is het nu. Morgen eikentootjes erbij gekomen. Ja, zo'n schatje. Nou, het is de volgende dag. En onze eieren zijn in principe helemaal uitgekomen. We kunnen niet meer verder, dus nu moet bij mij zie je hele mooie haren. En het is tijd om ze te helpen, want ze kunnen dus niet verder. Bij mij zie je hier wat rood. Ja, oké, 3, 1. Wat is dat, rode? Is dat rode? Oh my god, kijk dit. Ik heb een muntje erbij. En ik heb dit, kijk dit. Ze ligt op een rotsblok. Kijk, dit is mijn les. Dat is best wel zwaar. Ja, het is best zwaar, want al het ei. Want al het water ik heb verder niets meer erin. Dus de ei kan stuk. Ik heb nog een grond. Dit is de ei. Er zit nog een grond in. Hè? Nou, dit is het ei waar ze de hele 3 dagen in heb gezeten. 4. Ja, 4. Nou, ik heb dus dit er nog bij. Ik weet niet wat het is, maar een muntje. Dit is zo vast. Dus kijk wat erop staat. Oké. Ik ben hier. Op het muntje staat in het Engels: ik groei nog 14 dagen als je me in het water laat. Ze moeten nog 14 dagen hierin laten. Ja. Ze groeit hier nog groter dan dit, hè? Ik vind hem eigenlijk al heel best mooi en groot. Kijk, dit is dus haar gezichtje. Leuk. En ze heeft zulke mooie lokken. Maar ze... Nou, ik ga het doen, maar ik ga niet zomaar, anders wordt de video heel lang. Dus dit is eigenlijk het einde van de video. Wat vond jij ervan? Ik vond het een heel leuk proces. Vooral ook dat het uiteindelijk zo eruit kan zien met zo'n rotsblok. En ja, mijn groeit dus niet verder, dus ja. Dit is er. En ik ben er heel blij mee. Ik heb het eigenlijk zo wel uithalen. En jij, Puk? Ik ben er ook heel blij mee. En dit, ik zal even laten zien hoe het is, deze. Kijk, dit zijn dus die twee vinnetjes. En hij heeft hele schattige oogjes en een mondje. En hij heeft een horen en helemaal goud. En gouden stipjes en een vin. En hier zat dus dat muntje vast. Dus de 14 dagen gaan nu! Ja, zij laat hem dus nog 14 dagen daarin zitten. Oftewel 2 weken. En ik ben nu klaar. Vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te geven. En nou nogmaals, wat vond jij ervan, Lot? Ik vond hem dus heel leuk en heel leuk proces om het zo helemaal lang 2-3 dagen erin te zitten. Ja, oké. Wat, dit is dus de vin. Ja, dat is de vin. Maar de video blijft nu heel lang uit. Dus bedankt voor het kijken en vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te geven. En ik vond het ook heel leuk dat we Lot vergeten hebben te vragen. Maar ik vond het super leuk. En ja, ik hoop dat jullie snel weer naar de video kijken. Dus doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie weer bij de volgende keer weer. Doei!